Goedemorgen! U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza met veel bewolking op de satellietfoto. Het is lage bewolking. Stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar hindert wel de zon, behalve in het noordoosten van het land, want daar breekt de zon veel makkelijker door. En die opklaringen breiden zich heel geleidelijk ook uit naar het midden- en noordwesten van het land. In het zuiden blijft bewolking hardnekkig met misschien ook nog een enkele bui. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen toch echt de zon er wel bij. 18 tot maximaal 22 graden wordt het. Het warmst is het in het oosten van het land. Staat een matige toekomst tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten, ook vanavond. En dan breiden opklaringen zich tijdelijk verder uit. In de loop van de nacht komen er weer nieuwe wolkenvelden van zee binnen. Morgen hebben we dan een bewolkt beeld, maar toch zeker ook wel ruimte voor zon tussendoor. Met af en toe ook een enkele bui. En dat kan in het hele land gebeuren. De verschillen zijn niet heel groot. 18 tot 22 graden wordt het. Het warmst is het in het zuidoosten van het land. Dan donderdag een dag met tamelijk veel wolken... en vooral in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vrijdag een bui, zaterdag een bui met de zon doet dan ook mee. En de hele periode liggen de maxima zo rond 18 of 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.